Maarten het Hart, daar ga ik iets over vertellen. Hier aan de linkerkant zie je alle boeken die hij heeft geschreven. En hier aan de rechterkant zie je dus Maarten het Hart. Ja, ik ga zo meteen eerst iets vertellen over de boeken die hij heeft geschreven. En daarna ga ik nu een beetje in op de persoon, want hij was echt een heel, heel bijzonder persoon. Maar Oké, let's go. Dit zijn drie boeken die hij heeft geschreven, namelijk Stenen voor een randuil, Ik had een wapenbroeder en Het roer kan nog 6 maal om. Oh my god, no. Seriously? Nou, in ieder geval. Oké, ben ik weer. Sorry daarvoor. Oké, hij schreef daar drie boeken. Hij schreef drie boeken. En die boeken hebben allemaal iets gemeen, namelijk een heel erg groot autobiografisch deel. En het deel wat daarin voorkomt is dat zijn liefde voor klassieke muziek gedwarsboomd werd door zijn ouders. Sad, sad, sad. Dus daarom besloot hij zich lekker weg te doen van de kerk en van het geloof en van zijn ouders. Nou, hij stond eigenlijk al onbekend om autobiografische dingen in zijn werk te doen. Hij schreef ook een vlucht regenwulpen. Dat was dus, daarin beschreef hij zijn leven eigenlijk. Dus dat was ook een heel erg autobiografisch deel. En dit is eigenlijk het bekendste boek van Maarten. Dus dat boek moet goed houden. Muziek speelde ook een belangrijke rol. Want zoals ik al eerder zei, had hij echt een liefde voor klassieke muziek. En hij had dus een haat aan popmuziek. En die liet hij zien in dit boek. Onder de korenmaten. Moet ik net die kant wijzen. Adem ergens daar. Oké. Lotte Weda is het meest autobiografische boek. Maar let op. De beschrijving die hierbij staat over Lotte Weda is echt de apartste ooit. Zeer autobiografisch is Lotte Weda over de geheimzinnige gebeurtenissen die iets te maken lijken te hebben met het werk van een fotograaf. Nou, waarom dit nou precies autobiografisch is? Ik weet het niet, maar goed, dat is alles wat erin staat. Verwacht dat ik het enige wat je moet weten. Daarna schreef hij nog wat andere boeken. Oh ja, nu komt het leuks. Namelijk, hij schreef ook heel veel over transseksualiteit. En kijk, dat is hem. Dit hiernaast. Dat is Maartje het Hart, oftewel Maarten het Hart. Echt hilarisch. Ik schrok me ook helemaal te pletten, maar goed. Hij vond het ook leuk om zich als vrouw te kleden. En toen schreef iemand anders, zeg maar, over Maartje het Hart, oftewel Maarten het Hart, schreef een boek. En dat was namelijk Mensje van Keulen. En zo verscheen hij dus ook op het boekenbal. Wat best wel grappig is, maar goed. En hij had ook nog een buitenechtelijke relatie. En die beschreef hij in Onder de Korenmaat. Oké. Zijn werk was erg populair. En vooral dus een vlucht regenwulpen was erg bekend. Hij schreef ook nog andere dingen in kleine tijdschriften. En daarin liet hij eigenlijk ook weten dat hij naast een haat aan popmuziek ook nog een haat had aan feministen. En hij schreef dus ook een betoog tegen vrouwen, namelijk de vrouw bestaat niet. Amazing. Maar dit werk werd natuurlijk negatief beoordeeld. Nou, top. Dan dat was het.